Nou, we zijn hier in Andervest, een oud schoolgebouw van vroeger, wat omgebouwd is tot 20 zorgappartementen, kleinschalige woonvorm. Waarom ik hier ben gaan werken is gewoon, het is gewoon een geweldige locatie ten eerste. Het is natuurlijk wel heel gaaf om hier te werken in zo'n oud gebouw, wat zo mooi is geworden. En heel anders als de vroegere instellingen met grote verpleeghuisgangen, met 30 bewoners bijvoorbeeld op één gang. Nou, dat vind je hier absoluut niet terug. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij eigenlijk op een punt waren gekomen dat mijn moeder niet langer thuis kon wonen. Ik wist ook niet precies wat het was, maar wel voor mensen met dementie. En we hebben een gesprek gehad en zodoende werd steeds duidelijker hoe de woonvorm was. En het leek ons voor mijn moeder heel fijn, want we wilden natuurlijk de beste plek voor haar hebben. En, het viel tegen? Nee, het viel niet tegen. Nee, het viel ons juist heel erg mee. Hoe wij het huiselijk in de verzorging meenemen en ook de bewoners daarbij betrekken is, ja, we doen alles dingen zelf. We doen de was zelf, we zetten een wasrek neer, ze helpen met de was mee ophangen. Ze eten ook heel veel gasten mee van familie van bewoners, ze zijn altijd welkom als ze het even van tevoren laten weten. Dus ja, er worden heel wat aardappels geschild, daar helpen ze mee. We zetten het op tafel en ze gaan spontaan helpen. Dat zo is ook met de wasmand die we mee naar beneden brengen. Nou, er komen altijd wel een paar bewoners gelijk helpen met allerlei activiteiten, zeg maar, daar ook in. En ze vinden het heel leuk, want het is heel fijn voor ze om bezig te zijn met deze dingen ook. Ik vind een pond boeren met de zandlevens. Kleine activiteiten doen we spontaan. We gaan even naar de markt met de bewoners. We lopen bijvoorbeeld even naar de glasbak. Oh, er is een boodschap op, dus we lopen even naar de Albert Heijn. Zo zijn er zoveel dingen. We gaan even vis halen op de markt. Nou, de bloemen vallen bijna uit de vaas, dus we gaan even bloemen halen. Als we hier zijn en mijn moeder zit lekker hier, kunnen wij zelf koffie pakken. En, en je kunt dus ook andere mensen een kopje koffie geven. Het is heel huiselijk. En wij komen echt op bezoek bij mijn moeder. Hè? Grotendeels ben je hier bezig met de begeleiding van de zorg voor deze specifieke doelgroep met dementerende bewoners. Maar het is hoofdzaak is meer begeleiden, zeg maar. Je bent niet continu bezig met verpleegtechnische handelingen. Die kunnen er wel bij komen, mits het nodig is. En de bewoners gaan achteruit, uiteraard. We hebben een heel klein team om te werken. De lijnen zijn kort. We hebben geen grote directie boven ons. Geen grote instelling, zeg maar, met kantoren. Ja, het maakt het gewoon werken gewoon met elkaar heel prettig, heel persoonlijk. Ja. Mijn moeder wilde niet weg. Maar het werd voor ons. Ik dacht dat ik blijf waar ik zit. Vind ik. Ja. En wij moesten een plek vinden die eigenlijk voor ons zo veilig en huiselijk. En, ja, waar ze haar met een gerust hart achter konden laten. En dat hebben we hier gevonden.